Dag dames en heren, hartelijk goedenavond. Welkom bij een speciale editie van QN Studio Sport. Voor informatie, al 30 jaar hebben wij geen sport op Pasen, 1 mei, 1 juli, de kerstdagen, oud opnieuw. Anders blijven onze productie ons door blijven werken en dat hebben we ooit besloten. Maar vanwege de nieuwe situatie wat ontstaan is, vonden we het wel belangrijk om het programma in te lassen. QN Studio Sport zal alleen maar bestaan uit het binnenlandsgedeelte. En wij praten met het interim bestuur. Dat claimt dat ze nu het hoofdbestuur hebben afgezet van de voetbalbond. Daar hebben we twee gasten voor. De heer Atompay en Marlene Cabron. En daarna praten we met de president van de voetbalbond, John Krishnadat. En juridisch adviseur Gino Kastelen. Wat mij betreft, graag tot zo. Motorolie, ontwikkeld met EQ Systems technologie die optimale prestaties garandeert en de bescherming tegen mechanische slijtage tot 74% verbetert. Alle Total producten zijn te verkrijgen in de Go-To Service Station Shops en bij Total Autocare. Kuldeep Singh is altijd op zoek naar de beste producten. Zoals accessoires voor badkamer, toilet en keuken. Kies daarom voor Ferro. Spoelbakken, kranen en badkameraccessoires met een aantrekkelijk, origineel en modern design. Ferro, gecertificeerd en van hoge kwaliteit. Kuldeep Singh for quality. Check snel onze website kuldeepsingh.net. Verkrijgbaar in alle goed gesorteerde bouwmaterialenzaken en de Kuldeep Singh winkels. Thank you.
geld ontvangen en verzenden? Doe dat via MoneyGram. MoneyGram is wereldwijd beschikbaar in ruim 200 landen. Uw geld kan u binnen 10 minuten ophalen. Dus een snelle service en binnen handbereik. Verzend en ontvang uw geld bij de MoneyGram locaties van de HJ Group. Bij HJ Retail Lelydorp, HJ Retail Slangenhoutstraat, HJ Group of Companies aan de waterkant, HJ Angro aan de Indira Gandhiweg kilometer 9 en HJ Nikeri aan de GG Meinaardstraat. Verzend en ontvang uw geld veilig en snel binnen enkele minuten via MoneyGram. Bringing you closer. Welkom terug bij QN Studio Sport en zoals aangekondigd, heet hangijzer in Suriname, reden genoeg voor ons omdat we op nationale feestdagen al 30 jaar niet werken, omdat het productieteam altijd moet rusten. Maar ja, als dit gebeurt in de voetbalwereld, dan waren we genoodzaakt. In de studio Milano Atompai en Marleen Cameron, die een interim bestuur hebben gevormd en afgelopen donderdag is bij een ALV, zoals zij dat aangeven, het huidige bestuur van John Cruzat afgezet. En ze hebben toen daarna een persconferentie bijgelegd. Bij ons in de studio graag Milano en Marleen, goedenavond, welkom. Goedenavond. Goedenavond, Puttini graag. Puttini, ja, want vaak zie je Milano, maar als het Puttini is, geen probleem, welkom. Yes. Afgelopen donderdag, vrijdag, is er een persconferentie geweest in Merritt, daar waren we ook bij. We willen niet te veel teruggaan naar wat gebeurd is, maar een reden, er is een reden geweest waarom jullie tot dit besluit zijn gekomen. Wil ik graag kort van jou weten, Puttini, wat ertoe heeft geleid heeft dat jullie eigenlijk het niet eens waren en dan die handeling hebben gepleegd om te vergaderen, om het bestuur Cruzat af te zetten? Yes, kijk, het is geen publiek geheim. Al jaren is het duidelijk dat deze mensen ons voetbal niet kunnen ontwikkelen. En bij elke jaarvergadering of verkiezing hebben we geprobeerd om te af te zetten. Maar bleek dat ze voldoende machtigingen konden kopen, waardoor we ze niet konden afzetten. Afgelopen donderdag is het hun niet meer gelukt, omdat de mensen de Mabeweri aan de hand van de laatste schandalen, zoals arbiter, vrouwenselectie, schandaal rond coronavoetbalbond, etc. hebben mensen mij voor de vergadering gezegd van luister, we zijn moe. Hier is mijn machtiging, ik verkoop mijn machtiging niet meer. Oké, als die man zegt hij verkoopt zijn machtiging niet meer en ik zit al 35 jaar in die sport, ik heb jou zien binnenkomen in je tweede termijn. Het is inherent dat beide partijen in de verkiezingen stemmen vergaderen en ik heb altijd gezegd aan de FIFA, dit kan niet. Want ik zie één persoon 6 keer in hetzelfde hok gaan om te stemmen. Dus beide partijen maken zich steeds schuldig aan een stem nemen of kopen. En het prijskaartje, dat ligt zichtbaar of onzichtbaar. Dat is iets dat afgeschaft zou moeten worden. Feit is, je had ook een punt aangehaald dat een machtiging van West United eigenlijk vervals was of niet goed was. Wat was precies daar het probleem? Want ik neem aan dat het een verificatiecommissie is, juridisch, die eigenlijk de machtigingen controleert, want van PVV, Robin Hood en West United waren op dat moment niet in orde. Kijk, dit is geen nieuw fenomeen bij de SVB. En dat is meneer, hun juridisch adviseur die het doet. Zeer gevaarlijke man. En dat doen ze altijd bij alle jaarvergaderingen. Ze sturen gewoon iemand, ze maken een machtiging op en ze sturen iemand met een tweede machtiging. En als jij daar met je machtiging zit, dan zeggen ze van luister, er zijn twee machtigingen, dus we kunnen u niet toelaten tot de vergadering. Dus zo proberen ze voor elke jaar vergadering 4 tot 5 mensen, waarvan ze zeker weten dat die mensen niet aan hun zijde
uit te schakelen. Oké, okay, ik kom straks op je. Marlene Cameron, jij bent, je wil je krachten gaan geven aan die voetbalsport. Iedereen weet dat je de criticaaster bent op social media en groep. Prima. Als het goed gaat, zeg je het ook. Als het niet goed gaat, zeg je het ook. Wat is de drijfveer voor jou om ineens in die voetbalwereld te komen? Los van dat de familie Cameron een gevestigde orde is bij de voetbalbond. Ik heb het ook van nabij kunnen aanschouwen. Vanuit de familie. Maar meer toen, we zijn misschien al bijna 3 of 4 jaar achterin bezig op social media. Waaronder jij ook een van de kritische mensen bent. En we kunnen niet constant kritiek blijven leveren. Het moment dat er een hot issue is, een hele grote. Een kwestie is over SVB. Ja. En wanneer dat jou gevraagd wordt, dat je dan je ondersteuning niet geeft. Vooral als je praat over integriteit. De meeste zaken de geruchten die steeds komen, hebben te maken met integriteit. En ik heb toen bij de laatste keer, volgens mij was het om de case van Dien Goree, toen we zo fel onderbouwd hebben hoe wij er naar kijken op social media, heb ik gezegd van ik ga me committeren om deelgenoot te zijn van hervormingen, herstructureringen. Maar ik heb toen ook, kan me goed herinneren, toen dat op sleeptokkel heb ik ook, omdat ik daar was bij de Goalclub, heb ik gezegd, Marleen, er zijn dubbele agendas. Ja, ook aan de andere kant, en ik was zelf daar, ik heb het ook kunnen constateren. En daar gaat het om, wanneer zand wordt gestrooid in mensen ogen, moet je ook de keerzijde kennen. Maar goed, nu ben je erin. Ja. Je voelt je vanuit de discipline van de familie Cameron, dat je zegt, hey, in de genderbeweging, ik wil daar mijn krachten gaan geven. Ja. Ik heb het besluit genomen. Ik heb me natuurlijk laten informeren. En toen werd mij gezegd van, je moet deel zijn van een voetbalclub. Ja, dus kan je niet. Dus dat is de reden waarom ik dan voorzitter ben van FC Flamingo. Maar ik ga je zeggen, toen dat is gebeurd, eergisteravond. En de volgende ochtend was mijn vader de eerste die me belde. Van, waarmee ben je bezig? Je weet, ik ben gestopt met dit ding, omdat het iets is dat je niet gaat kunnen, je gaat niet kunnen veranderen. Ja. Dat is de perceptie van mijn vader. Maar ik heb toen gezegd, nee, ik ga erin. En anderen die naast mij ook staan, of naast wie ik sta, die delen ook dezelfde mening. Toch, we moeten verbreken met dit ding. Dat is wat je zegt, dat van die machtigingen. Het moet ergens eindigen. Het valt voor beide partijen. Goed, Martino, terugkomen naar jou. Je hebt de vergadering belegd. Op basis waarvan claim jij dat jij het interim bestuur bent? Want de voetbalbond heeft toen een persconferentie afgelopen vrijdag er was, heb ik ook die vraag toegesteld, aangegeven dat zij dat het illegitiem is en onstatutair. De voetbalbond kwam daarmee uit. En op basis waarvan claim jij dat jij het interim bestuur bent van de voetbalbond? Laat me zo doorgaan. Er is een vergadering. En een vergadering draai je op basis van de statuten. En waar de statuten niet daarin voorzien, heb je het burgerlijk wetboek, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en andere juridische zaken. De vergadering is gaande. En toen duidelijk werd dat 28 van de leden tegen het bestuur zouden stemmen, schors de voorzitter en die komt terug en die zegt, die verdaagt de vergadering. Zit de voorzitter volgens jullie in zijn recht om te zeggen, conform de statuten kan ik het... Nee, tot daarop kom ik neer. En toen hebben wij hem erop gewezen van, voorzitter, conform artikel 10 lid 3 van onze HR, moet u toestemming vragen aan de leden. En als meer dan 1/3 zegt van niet verdagen, kunt u niet verdagen. Omdat SVB niet van u is, SVB is van de leden. Hij zegt van toen, nee, ik ben de voorzitter, ik verdaag de vergadering. Ik zeg, dat is een illegitiem besluit. Dat is een juridisch statutair niet correct besluit. En als u wegloopt, betekent niet dat u de vergadering verdaagt. Dus u loopt weg. Dus de vergadering, de ALV, moet een voorziening treffen. En de ALV heeft dan een voorziening getroffen om 5 leden uit hun te benoemen om de vergadering door te leiden. Dat is toen gebeurd. Die vergadering is doorgegaan. Er is een
motie ingediend van wantrouwen en ontslag. En men vroeg ook naar het interim bestuur. Die motie is aangenomen met 26 voor en 1 onthouden. En de ALV heeft daarop gewezen dat men niet moet kiezen voor een interim bestuur, want dat stond in die motie, maar naar een commissie herstructurering SVB met duidelijke opdrachten. Okay. Dat is toen gebeurd. Goed, dan gaan we een stap verder, want na de persconferentie van vrijdag worden, heb je toe aangegeven uit strategische redenen, dan kan je ruzaken niet prijsgeven, wat eigenlijk alle partijen die tegen elkaar klassen dat niet willen doen. We leven vandaag zondag, want als je een actie onderneemt om het huidige bestuur dat op dat moment nog erkend is bij de FIFA en de CONCACAF, wat nog steeds dit het geval is. De FIFA en CONCACAF, zoals wij het hebben nagevraagd, met onze contacten kennen zij alleen het bestuur John Krishnadat, omdat nu dit proces gaande is. Als je afzet, loopt dit naar de groene tafel, toch? Want de voetbalbond heeft aangegeven, het is onstatutair. Nu krijg je een situatie dat je moet gaan procederen om te bewijzen op basis waarvan eigenlijk jullie de mensen hebben afgezet. En als de rechter gaat bepalen, als SVB in het ongelijk wordt gesteld of dat het interim bestuur onder leiding van Atompai, die claimt interim bestuur te zijn, in het gelijk wordt gesteld. Dat is even wat er nu gebeurt. Heb je een case? Laat me even dit aangeven. Ten aanzien van FIFA, we hebben al een brief geschreven naar de FIFA. Ik denk dat het vandaag zondag of maandag daar aankomt. En daarin leggen we uit dat het gewezen bestuur onder John Krishnadat is afgezet. En dat er nu een bepaalde situatie is waarbij men moet overdragen. Dat wij het gewezen bestuur zullen aanmanen om over te dragen. En dat als zij weigeren, vragen we dan hulp van de FIFA om dit gezamenlijk op te lossen. Nou, laat maar zeggen, het werkt niet zo internationaal. De FIFA erkent op dit moment, zoals wij de informatie hebben opgevraagd, het bestuur John Krishnadat. Als de rechter een besluit gaat nemen en dat conform de statuten het bestuur van jullie het zie afzet, dan gaat de FIFA een actie aan. Op dit moment zijn de middelen die de FIFA beschikbaar gesteld heeft voor de tweede tranche zullen worden aangehouden. Omdat op dit moment er een padstelling is ontstaan. Dus anders kan iedereen zeggen, ik belei een vergadering en ik zet ze af. Het werkt niet zo. Ook de CONCACAF werkt niet zo. Want een vonnis gaat moeten uitwijzen of dit rechtmatig is of niet. Goed, dus alleen dat je daarmee rekening houdt. Je kan niet zeggen, vanaf nu ben ik interim bestuur. Dit is de secretaris, maar zeg maar, hey, wie ben jij? We kennen de voetbalbond en wordt met hun gecommuniceerd. Als je de case wint, vandaar was een vraag van met wat geconstateerd is op die vergadering. En jullie zeggen, jullie zijn het interim bestuur. En na de persconferentie van vrijdag vraag ik, heb je een case tegen de voetbalbond? Kijk, je hebt sowieso een case omdat men is afgezet. Men is afgezet, dan heb je dezelfde situatie net als wanneer wij de verkiezingen zouden winnen. Heb je de verkiezingen gewonnen of ben je afgezet, dan moet er afspraken gemaakt worden om over te dragen. De gewezen voorzitter John Krishnadat is reeds via de Rode Explode aangeschreven om over te dragen. Heeft hij dat al ontvangen? Ja, wij moeten het al ontvangen. Ja. Als men weigert over te dragen, dan pas is er een padstelling. Dus nu op dit moment is men afgezet, natuurlijk gaan we afspraken maken zoals men nu een brief gekregen. Dat men is afgezet en men moet overdragen. Als men weigert over te dragen, is er een padstelling. En dan gaan we dan de juridische stappen moeten ondernemen. Dus het proces naar het trek waar jullie claimen, is nog even een lange weg van 4 tot 6 weken. Of zelfs 2 maanden. Nee, dus om over te dragen moet binnen een week gebeuren. Dus dat nee, want het reglement zegt ook, als dit gaat gebeuren, kan de rechter beslissen. Daar zijn genoeg voorbeelden in het buitenland. Dat gaan zeggen, jongens, Krishnadat, de andere kant is in gelijkgesteld bijvoorbeeld. Er moet een verkiezing worden uitgeschreven binnen 2 maanden, moet er een datum worden. Dan gaat het proces verder. Maar afzetten, ik denk dat de juridische zaken nu, want de voetbalbond zegt, wie ben jij, wie zijn jullie om ons dat te komen voorleggen. Heel mooi. Want jullie interpreteren een reglement A en zij regelen te meer. Dus ik kom zo meteen bij jou terug. Maar alleen als je deze ontwikkeling ziet, want onder jouw naam staat
secretaris-generaal. Weet je wat de functie inhoudt bij de FIFA? General Secretary. Secretaris-generaal. Ja, de functie officieel is secretaris-generaal bij de FIFA. Oh, oké. Dus de secretaris, dat geeft body. Dat geeft body. Weet je wel, dus de president, de penningmeester en de secretaris zijn de powerful mensen in de organisatie. Dat zei Pildoor. Nu je dit zo hoort, je bent erbij gehaald, je geeft dat aan, men moet afstappen ook van een aantal zaken. Anders zullen zaken altijd, en we hebben genoeg voorbeelden waar wij erbij waren, waar we aantonen, en dus waar beide partijen. Als je dit allemaal hoort en je stapt erin, de voorzitter van het interim bestuur zegt, dan pas krijg je een padstelling. De case is niet over, de case is pas begonnen. Ja, de case is pas begonnen en we krijgen van alle kanten de ondersteuning. Gisteren nog hebben wij van twee toppers de ondersteuning gehad om ons een heads up te geven. Maar het is een ongoing proces op dit moment. Het moment dat je bezig bent met een onderdeel, komt een ander juridisch onderdeel weer naar voren. En dan moet je die goede afweging maken. Dus we weten dat voorzitter, secretaris en de penningmeester zijn drie gewichtfuncties. En daarom zullen we er wel verantwoordelijk mee omspringen. Maar jullie hebben ook aangegeven op de persconferentie dat jullie geen jullie is een interim bestuur die eigenlijk klaarmaakt, volgens jullie zeggen, om een bestuur te gaan vormen. Want jullie claimen geen openbare functies hiermee. Nee, we claimen geen openbare functies. Met alle respect ook voor Anil Gizai de Bey, die mijn vriend ook is. Maar als iemand penningmeester is, zou graag willen weten wat de financiële achtergrond is. Ja. Als jij tonnen, want je moet treasure achtergrond hebben. Ja, ja. Maar goed, het is een transformatie. Transformatie. Goed, terugkomend, Putino, op de persconferentie heb je ons ook een brief laten zien van de Hagerenbank. We hebben daar, het was ter inzage van de media, waar gelden zijn gestort met de kwestie van Corny Sportbon. Maar geeft ook aan dat Par Abuis, de bank, dat terug gaat vorderen. De vraag is, het geld dat gestort is bij de Corny Sportbon, ligt dat geld nog bij de rekening van de Corny Sportbon? Of is het geld intussen al weggehaald? Nee, dus zoals onze informatie ons bereikt heeft. Ja, dat geld is weggehaald. En dat is het systeem van dit bestuur. Je hebt afsluis- of wegsluis-scenario's. Je begrijpt dat geld komt van FIFA, dus je moet het verantwoorden. Maar het is een criminele band, het is een criminele organisatie. Dus je hebt een hele organisatie nodig om dat geld weg te halen. Maar als je zegt criminele organisatie, moet je dat ook kunnen staven. Nee, maar dat zeg toch? Anders kun je zeggen, als jij zegt ze zijn criminele organisatie, kun je maar zeggen, Atom Pai, Hennigan zijn allemaal de ruilschoppers in het land. Dus waar gaan we dan mee met de woordkeuzes? Want een crimineel, toch? Betekent, je bent hoofdinspecteur van politie. Men kan zeggen, lasten en zo. Dus laten we daarmee een beetje rekening houden. Wat op het bestuurvlak wordt gezegd, is wat anders. Toch? Maar het zou ook niet prettig zijn en netjes als iemand zou zeggen, Atompa is een grote crimineel als interim voorzitter. Als je dat wat ik bedoel. Oké, laten we zo stellen. Laat me die woorden terugnemen. En laat me zeggen, je hebt een bepaalde organisatie nodig om dat geld af te sluizen. En dat gebeurt. En dat geld is niet meer op rekening. En er zijn een aantal van deze cases en die moeten besproken. Maar heeft de bank daar een fout van? Want het geld komt toch vanuit de Hagerenbank, zie ik. Wat we hebben gekregen van jullie is overmaking vanuit de Hagerenbank. Er is geen fout gemaakt. Maar wat dat betreft wil ik niet te veel over zeggen. Omdat de zaak is dat straks op tafel komt van de rechter. Maar wat ik wel wil zeggen. Als men weigert over te dragen, toch? Conform opdracht van de ALV. Dan is de gang naar de rechter onvermijdelijk. En die stap nemen jullie wel, want je gaf aan dat die strategisch wil je het niet prijsgeven, maar je houdt er rekening mee als het niet wordt overgedragen. Dat was vrijdag. Vrijdag is zondag. Dus ik zeg nu. Kijk, iedereen is vrij, maar wij werken wel. Dus niet meer slaap is dat. Ik zeg, het is dan, je hebt geen andere keuze. Maar dat gaat heel belangrijk zijn voor de SVB. Niet dat kies wie in het gelijk wordt gesteld of niet. Bij de rechter komt er jurisprudentie. Ja. Toch? Omtrent de vergaderingssystemen bij de SVB. Bij de rechter gaan we afdwingen
dat de SVB bepaalde zaken vooraf moet doen aan vergaderingen. Er gaat jurisprudentie komen over de machtigingen, de wijze van gebruiken. Dus men gaat geen stemmen meer kunnen, bijvoorbeeld twee machtigingen. We gaan zeggen, bijvoorbeeld vragen, ik zeg het nu al, dat de machtigingen van tevoren opgestuurd moeten worden. Oké, okay, maar wanneer dat die case gaat spelen, want daarvoor zeg maar alleen ook hier die gaat zeggen, dit moet een keertje ook gaan stoppen, want dat is geen gezonde zaak, anders fouriceren we ook elke keer iets om de 4 jaren. Feit is nu dat als die padstelling er is nu en ze dragen niet over, dan de gang naar de groene tafel en daar gaat moeten blijken wie eigenlijk gelijk heeft als de rechter uitspreekt. Een andere situatie is dat, wat ik wil aangeven is, je hebt aangegeven, er is nog geen stappenplan. Er is een stappenplan. Want wanneer je praat over de voetbalsport en professionals kunnen alleen daarmee omgaan, weet op een goede manier brengen. Helemaal. Toch? En ik moet ook erbij zeggen dat een jaar geleden bij de verkiezingen, is er al een signaal gegeven waar nog nooit een verkiezingsstrijd zo streng was, zo spannend was. Op 6 of 7 stemmen heeft de tegenpartij van Shangur verloren. Twee stemmen. Toch? Dus dat is een signaal geweest aan de voetbalbond van hey, bijna de helft of meer wil jullie niet meer, want het, we zijn het zat, om het zo te gaan. Wanneer je mensen afzet, ga ik ervan uit dat de juiste procedure bewandeld moet worden, wat in jullie ogen de juiste procedure geweest is. En de voetbalbond zegt, jullie zijn niet statutair en illegitiem, etcetera, etcetera. Wat als nou het naar de groene tafel gaat en de rechter besluit, we hebben aangegeven als de rechter zegt, SVB je moet opstappen, dan weten zij wat ze verder moeten doen. Uitschrijven, verkiezingsdatum, nieuwe verkiezingen en kijken we die het ook hoe gaan, want geldkraan is op dit moment dichtgegaan. Maar wat als de rechter, die we niet kunnen beïnvloeden, geen van beide partijen besluit, Atompai, helaas is jouw interimbestuur niet legitiem onstatutair. Welke doelen heb je dan bereikt? We houden ook rekening daarmee. En dat heb ik als persoon niet voor het eerst gedaan. Ik heb het ook bij de politiebond gedaan. Je krijgt een aantal rechtszaken. Maar wat gebeurt er, is dat je jurisprudentie krijgt. En wat niet dat maar is het opvallend, want bij de voorgaande, dit is je tweede termijn als voetballiefhebber en bestuurslid. Maar wel opvallend dat de politiebond nadrukkelijk aanwezig was met Helling en Gentler bij dit. Nee, kijk, laat maar. Waar ik de afgelopen 30 jaar nooit heb gezien op een verkiezing. Nee, kijk wat er is gebeurd. Gentler, zijn niet zoveel van voetbal? Weet je dat Raoul Hellings kan voetballen? Nee, kijk. Hij heeft het geleerd van ons om te voetballen. Dat denk ik Praat niet. Praat is ook geleerd van ons om te voetballen. Maar het gaat erom dat nee, laat me uitleggen. Ja. Kijk. Gentle, ik was toen voorzitter van de politie sportcentrale. En Hellings was voorzitter van de politiebond. Afgelopen jaren hebben de politiemannen gezegd van, hey, we willen jou nu als voorzitter van de politiebond. Hellings was niet meer goed. Nee, Hellings was te goed en hij moest... Hij is te goed, dat gaat je hem af. Ja, hij is toch goed. Aan de programma gaan. Nee, hij is toch goed. Hij is goed te wel. Nee, kijk, hij is toch goed en zijn rang. Oké. Okay. Want hij staat nu om commissaris te worden. Dus dan ga je daarboven zitten en dan moet je opkomen voor die mensen. Dus dat kan gewoon niet meer, het werk niet meer. Dus hij moest weg. Dus okay, toen hebben ze mij gekozen. Ja. Ik heb toen gezegd van nee, ik bedank dan bij de politie sportcentrale. Toen hebben de mensen Gentle daar gekozen als voorzitter van de politie sportcentrale. En Nigeria, je zal blij zijn, want hij komt uit Nigeria. Helemaal. Okay. En de stichting politie voetbalvrienden, dus kan je zeggen, de politie sportcentrale is eigenaar daarvan. Okay. Dus toen zeggen ze van luister Atompai. Ik bemoei me nu wel rechtstreeks met PVV. Ik zeg, oké, kom maar, het werk is veel. Bij Happy Boys hebben ze me gevraagd van, wil je ons hier helpen? Ik zeg, nou mooi, dan doe ik een stapje terug bij PVV en dan geef ik mijn krachten bij Happy Boys. Dus wanneer ik nu naar daar ga, ben ik als gemachtigde van Happy Boys. Een Gentle die komt als gemachtigde van, hoe heet het, van PVV. PVV. Hellings die helpt nu bij Groningen. En is niet gekomen als gemakkelijk de goede strategie uitgezet. Dat is KPS nadrukkelijk aanwezig, want ik heb ze nooit gezien in 35 jaar. Nee, maar in 2017 zag je me ook voor het eerst bij PVV. En overigens, ik heb nooit gevraagd. Oké, daarover gesproken. Je bent veelzijdig, je hebt een
Iedereen heeft een hele hoge maatschappelijke functie. Hoe komt het dat jouw temperament bij bestuurverkiezingen, bij de voetbalbond, bij AFV, dat jij buiten je boekje gaat? Mooi. Je kan het zo stellen buiten mijn boekje. Maar ik heb Rusland, Oekraïne niet zien aanvallen zonder wapens, zonder kanonnen en al die dingen. Ik heb mensen nooit zien communiceren zonder te praten of met handen en gebaren. Dat wil zeggen, je kan geen strijd leveren op een bepaalde manier constant. En soms op een bepaald moment moet je overwegen om niet te beleefd te zijn. Okay. Om niet te respectvol te zijn. Want luister, de SVB altijd hebben we het netjes gehouden en altijd die maar misdraagt dingen. Nee, maar ik heb jou meegemaakt van dichtbij, vier jaar geleden. Ja. En ik snap dat, daarom heb ik het woordje ook genoemd, brokobana bij de voetbalbond, bij een ALV. Er zijn altijd wel wat dingen, maar in het buitenland bij de FIFA-vergadering, ALV, komt de FIFA-president, maakt een statement, de penningmeester doet de verslag. Klaar! Omdat je daar... Hier is het. Daar, echt, omdat het daar, is, daar bij de boek gaat. Daar heb je mensen, eerlijke mensen, kan je zeggen. Mensen die geen mensen proberen uit te schakelen. Oké, okay, goed. Maar met de jurisprudenties gaan ze niemand meer kunnen uitschakelen. Want kijk, alle verkiezingen die Malassie, weet je waarom? Afgelopen verkiezing hebben ze 3 mensen uitgeschakeld. Happy Boys, Coroni en nog iemand. Hadden ze dat niet gedaan, dan waren wij op 27. En zo hebben ze al die verkiezingen gewonnen. Dus daarom zeg ik, ook al komt er een rechtszaak, ook al waren we in het ongelijk gesteld, maar de afspraken die we voor de rechter zullen maken, zullen leidend zijn. En dat zal maken dat ze nooit meer een verkiezing zullen winnen. Goed, als je zegt, afgelopen is het altijd zo geweest. Toen John Krishna dat de eerste verkiezing won. Met hoeveel? Toch? Ik weet niet hoeveel, maar hij won het grandioos toen van John de Vares. Ja, precies, ja, ja. Wie was de eerste persoon die John Krishna dat heeft opgetild? En waarom? Dat is de huidige vicepresident van het land. Het was Ronnie Brunswick die hem heeft opgetild. Dus toen was het een sympathisant. Toen was het nog niet politicus, eigenaar. Maar soms werken we met de mensen mee. En als we niet eens zijn, gaan we tegen de mensen werken. Dat kan. Dus je kan verder gaan. Feit is wel... We moeten goed gaan nadenken met z'n allen, als we van voetbal houden, jongens, waar wil gaan. Feit is, ik noem dit omdat je een hele flamboyante voorzitter bent en met een bepaald temperament het allemaal hebben. Ziet er keurig uit, je bent ook zakenman, goed zo. Het lijkt me toch aan goed kijkers om te gaan kijken, er is een video viraal gegaan op social media. Jammer dat het zo verschenen is, ja, maar... Iedereen is deskundig op social media. Alle universiteiten in de wereld moeten worden afgeschaft. Want artsen, journalisten, psychologen, alles is daar. Ik kijk naar een fragment waarbij Potini Atompaye eigenlijk naar onze ogen vanuit het de media sportbeeld te ver gegaan is. Marlene zit te kijken, die denkt van in welke wereld ben ik beland. En Helis komt en zegt van Liba Manjimi. Toch? En Atopai gaat zo tekeer weer en daarna een smile op zijn gezicht. Ik snap niet, je vaart uit. En op het moment dat Helis je schouders houdt, denk je dat twee engelen zijn ineens op je schouders. Toch? Want het is blood brother, niet erg, is goed. En dan lach je. Zou het nou niet het moment moeten zijn voor jou, interim voorzitter... Dat ook dit soort momenten, ook die maatschappelijke functie die je hebt, toch, dat je ook daarmee rekening gaat moeten houden als het blijkt dat jij door wil gaan. We hebben allemaal een temperament, maar het is aan het publiek. Mensen gaan social media, ja, ik zeg altijd, het is dodelijk. Maar, ben je het niet eens, toch, en dan begint die discussie, maar is het niet iets dat je overweegt, want we hebben samen eraan gekeken. En ja, dan zie je ook wat over je heen komt. Ook Marleen op de Facebook, mensen die kritisch naar haar zijn, hebben gezegd, ik kan me niet voorstellen, Marleen, dat jij zitting hebt genomen in zo'n bestuur. Nou, ex-directeur van Telesuur en ex-parlementariër Rut Weidenbos heeft zoveel. Dus, Potino, hoe ga je nou hiermee omgaan? Kijk, luister. Ik ben in 2016 gestart, toch? Ik ben een kind van dit land en ik ben oprecht en zo eerlijk mogelijk. Ik ben puur en 100% mezelf.
ik zie een stijgende lijn in alles van mij, mijn gedragingen, alles. Want als het 7 jaar terug was, dan was het veel erger. Ik kan dus, me voorstellen wat ik heb gezien. Ja, dus, dan wil ik jullie niet hoe het afgelopen dus kijk, ik was. Was je toen al in de politie dienst, ja toch? Ja toch, dus kijk, ik steef ernaar en ik praat ook met mezelf. En ik kijk ook en ieder mens, en ik ben ook super jong, hè. Ik ben pas 31. Dus ik heb nog lang te gaan. En maar met de dag wordt het beter en beter en beter en beter. En als mens moet je ook gaan evalueren van wat heb ik minder goed gedaan, wat moet ik niet meer doen en al die dingen. En je ziet, je zag me lachen nadien, want je bent er niet om te vechten, maar op dat moment wilde je punt maken. Moest je het zo aanpakken. Want maar als je het zo aanpakt, is het ook iets voor jou dat je zegt van, hé, weet je wat, net wat je zegt, je bent jong, we zijn allemaal lerenden, dat je ook wel zegt, hé, ik ben te ver gegaan, ik moet me ergens, want Marleen zegt op de page, nou, Atopay heeft zich al verontschuldigd. Heb je wel verontschuldigd bij de voorzitter? Ja. Kijk, bij de voorzitter. En nadien sprak je gewoon met de voorzitter. Nee, heb je je verontschuldigd nadat je zelf uitgevoerd? Nee, kijk, luister. Ik niet gedaan. Ik heb niet gekozen om het zo te doen. Omdat hij ook normaal bij vergaderingen zich ook zo uitlaat. Nee, maar in dit specifiek moment. In dit specifiek geval. Dit zeg ik, ik ben er ook niet te groot voor. Ga je hem bellen morgen? Om het te doen. Ik heb maar van John van luister nou, wat gebeurt er? Doe ik zeker. We hebben een strijd, ik ben een makker, maar dit had niet gehoeven. Ik doe het zeker. Ik heb me ook verontschuldigd bij Faisal Abdoga voor en ook bij Manko. Dus begrijp je, mijn baas luister nou, bij de Nastree, bij Stree, No Matter, Kiratori. Prima, dan wil ik even, even aanvullen. Nee, want we moeten gaan. Ja. Jullie hebben een communiqué uitgegeven met de nieuwe situatie. Mm-hmm. We hebben het ook gehad, de kijkers zien het ook wel in beeld. Zijn jullie bijvoorbeeld, kijk even richting jou, om het logo van de SVB te gebruiken? Want het logo is patent, dat hoort bij de voetbalbond. Jullie hebben het bestuur afgezet en jullie claimen nu interimbestuur. Is er bevoegdheid om het logo te gebruiken? En weten jullie wel wat de guidelines zijn bij de FIFA om een logo te gebruiken, want als de FIFA straks je was illegaal bezig om het logo weg te halen, dan ben je heel ver van huis. We zijn nog steeds leden van die organisatie. Nee, maar het logo van de voetbalbond met toestemming. Nee. Kijk hier. Ons logo is van de SVB. En als de algemene ledenvergadering een commissie instelt en zegt van je mag doorgaan, dan mag je, dan heb je daar, krijg je daar alle recht om het te gebruiken. Ja, maar dat zat, het is niet van. Nee, maar nu claim je dat jij dus het bent wat je mag gebruiken? Nee, we claimen niet. Het is een besluit van de eigenaren, van de leden van de SVB. We claimen niet, ik ben niet. Maar het logo is, maar van de is nog steeds binnen de organisatie zijn we van bezig. De leden. Ja, is dit gaat van de leden. Want jij kan nou geen inzage krijgen over de financiële administratie, nee, over de middelen. Ja. Want je kan claimen, maar je hebt geen recht om het op te eisen. Nee, maar we zijn nog steeds leden van die organisatie. Dus mijn vraag is, op basis waarvan gebruik je het logo in je communiqué dat uitgegeven? Op basis van het besluit. Dat is zich in de vraagstelling. Op basis van het besluit van de ALV. ALV heeft ons daartoe gemachtigd. En u zegt, we hebben nog geen inzage in andere dingen, omdat de overdracht nog niet plaats heeft gevonden. Okay. En de overdracht moet plaatsvinden. En als men dat niet vrijwillig wil doen, dan gaat men dan dat gaat de stap doen. Naar de rechter. Dan gaat men dat doen met toestemming van de rechter. Okay, tot slot, Potino, wat voor tijdsbestek heeft jouw interimbestuur uitgetrokken om te wachten, want jullie zeggen het binnen 2 weken. Zeg van, we leven vandaag arbeidersdag. Binnen hoeveel tijd zeggen jullie van, hey, we hebben jullie aangemaand om dit te doen. En als dat doet, is eerst de volgende stap, we gaan naar de rechter kort geding. Dus kijk, het is al meer dan duidelijk. Als we dinsdag niets van ze horen, sturen we weer nog een aanmaning met een paar dagen. En als dat niet gebeurt, is er geen. Daar hebben ze aangetoond niet vrijwillig te willen overdragen. Het bestuur heeft dan aangetoond niet te willen meewerken aan de opdracht van de bazen van ALV, van de SVB. Toch? En dan gaan we dan de rechter van gaan kijken, luister, deze man krijgt een opdracht van zijn werkgever, de eigenaar, en hij weet het uit te voeren, hoe verder. Okay. Dan gaan we voor de rechter. Prima. Marleen, tot slot naar jou toe. Je hebt toen net een hele grote aanhang op social media. Je bent niet vooruit gegaan met mensen die gewend zijn dat jij zegt waarop het staat, als het niet goed is ook. Ook al heeft het te maken met Gentle, Atopay, Hennis bijvoorbeeld, als je vindt dat het bij KPS niet goed is, dan zeg je het ook. Putin heeft het mooi gezegd toen de president is gaan speechen van
Hij is trots dat een politiecommissaris ooit president geworden is van het land. Dus politiemannen hebben de kans om ooit ook daar te komen. Dat was een mooie statement. Hoe ga je nu ermee om? Want men verwacht van jou dat je altijd zegt, hey, dit iets spreekt aan en nu ben je eindelijk vrij goed. En dan nog goed, mensen hebben je eigenlijk, kun je zeggen, aangevallen. Maar wacht eens even, hey, hoe ben je daarmee omgegaan? Het is een testcase voor mij geweest. Ik ben net als iedereen, was ik wel geschrokken dat er een opname ervan was. Want op dat moment, laat me direct zeggen, iedereen ziet een fragment, maar niemand weet wat er voor dat fragment is gebeurd. De aanleiding van zijn uitspatting had betrekking op het feit dat niet te lang daarvoor een bestuurslid, een van de leden probeerde te krijgen naar achteren om zijn handelingen te plegen. En dat is die uitspatting geweest van Atompai. Maar ik zeg dit, Hellings en ik hebben op datzelfde moment, niemand heeft het gehoord, maar ik zei tegen Hellings van watch out met Atto. Weet je, dus dat hij, want je weet niet wie bezig is te filmen. Is dat de roepnaam, Atto? Ik roep hem Atto. Oké, maar dat weet ik het ook. Ja. Dat weet ik het ook. Atto Valk. Als ik hem nou is, Atto Valk. Sommigen zeggen Pai, ik zeg Atto. Okay. Ja. Dus gisteren, nadat ik in de rust was, zag ik dat commentaar dat over mij heen kwam. Ja. En ik heb toen tegen mezelf gezegd, misschien vandaag, later op de dag of morgenochtend, ga ik met hem praten. En ik ga hem vragen van om hierop te letten. En ik wil hem ook daarin beschermen. Dat hij zulks gedrag niet meer vertoont. Maar ik zeg wel, want ik zeg wel hard. Ik moet kunnen blijven praten op social media. Overal. Okay. Toch? En ik wil bij actie krijg je reactie. Ja, zeg ik wil altijd niet dat iemand een punt op mij heeft. En daarom heb ik gezegd. Er zijn veel meer dingen, zaken die gaande zijn dan dit punt. Maar iedereen valt hierop. Maar in dit geval zeg ik van hij is een verontschuldiging. Ik heb hem persoonlijk direct gezegd van voorzitter, u gaat uw verontschuldigingen moeten aanbieden. Dat is toen ik gisteren aankwam op Marriott, heb ik het direct gezegd. Want ik heb het pas in de vroege ochtend dat ik dat filmpje ontvangen. En ik zeg tegen mezelf van, eerst wat ik aan de voorzitter ga zeggen is dat die verontschuldigingen eerst horen, dan de rest. Prima, tot slot, Atto, nu gaan we ja, ik wil echt iets zeggen. Voor mij ga je zeggen Poutinho, maar eindelijk, ik weet nog, ik vrij van jou om Atto te zeggen. Even tot slot, we moeten gaan afronden. Ik wil echt iets zeggen, toch? Ja. Weet je wat zich voor dit heeft afgespeeld? Faisal Abdul Ghafoor kwam naar buiten om een lid naar binnen te brengen. Dus de man kon kort tegen Manchago is om hem te overhalen van hoe ga je tegenstemmen, hoe dit, om die man te betalen, et cetera, en die dingen. Dat heb ik ook. En toen meet ik aan met hem, maar nee, je gaat niet mee. En ze kwamen allemaal op met dat die man gaat niet mee. En uiteindelijk hebben ze die man niet kunnen meenemen. En toen begon de voorzitter ook tegeer te gaan. En toen ben ik gaan van, uno, one you more in gwe, in gwe. Dat is dat heel okay, maar ik kies gewoon niet ervoor om mezelf te verdedigen. Nee, want men ziet dit een niet, fragment, toch men ziet een fragment en we werken daarmee en ik doe het. Belangrijk is dat overal kunnen de fouten worden gemaakt, zolang jullie groot genoeg zijn, wat we allemaal zijn, van hey, corrigeer dit, het ziet je niet, je hebt maatschappelijke functies, mensen kunnen brengen van hey, omdat de mannen politiemannen zijn, komen die mannen, we moeten dat soort dingen eigenlijk niet krijgen, want anders worden heel wat zaken bij elkaar gebracht. En dan heeft het één te maken en dan gaat politiek zich gaan bemoeien erin. Dan ga je weer een duel. Ja, ik committeer me eraan dat we de bewakers zijn. Is het duel dat opgevochten wordt worden op het voetbalveld. Is ook een groene veld, maar niet bij de groene tafel. Tot slot, Atompai is. Je hebt een case. Heb je een kans of ben je kansloos? Kansloos? Absoluut niet. Weet je waarom? Omdat de leden willen deze mensen niet meer. Wat er ook bij de rector gaat gebeuren. Na dit alles, zeg maar, we verliezen alles, vragen we na dit alles een vergadering om ze af te zetten. Okay. Van tevoren met voldoende leden. En over politiek gesproken, men is zo ver gegaan dat Manku gisteren iemand heeft gebeld en gezegd van, als je niet voor ons stemt, houden we je bevordering tegen. Je stukken liggen bij de op het kabinet van de president, we houden je stukken tegen. Die man zegt van luister, je mag het tegenhouden. Atompai en ik zijn jonge mensen, mi owaka bakama. Kijk, we zullen veel horen, maar ik zeg altijd, ook in ons vak moeten we feiten hebben. Ja, als iemand zegt, je mag toch gekocht voor 3 uur, wijs me bewijs waar ik het tegen, anders ga ik het niet willen geloven, want ik moet feiten hebben. Gossip.
feit is goed. Katompai, tot slot. Er is een case. Je gaf aan, ik vroeg aan, heb je een kans of ben je kansloos? Je zegt, kansloos niet. Toch? En mocht je de strijd verliezen, dan zeg je bijvoorbeeld van, goed, alle leden komen bij elkaar. De voetbalbond zal verplicht zijn de AV moeten uit te schrijven. En dan ga je proberen om eigenlijk een ommekeer te brengen. Omdat dan dat is dat jullie gebruik maken. Want vorig jaar heb ik het ook aangegeven, was het een minimale overwinning. Dus dat was een teken van het huidige bestuur. Dat eigenlijk, zeker de helft, eigenlijk een verandering wil. Feit is, we wachten het af. We zijn scherp, we kijken wat de juristen van jullie gaan doen. En de juristen van de SVB. En dan komen we volgende week hierop terug. Bedankt voor je komst naar de studio. Marleen ook. Bedankt. En heel veel succes met de missie. En feit is, ik blijf erbij. Toch, zaken moeten op een andere manier worden opgelost. Maar als het niet kan, dan moeten we gaan richting de groene tafel. Dat waren voorzitter Atompai en secretaris-generaal. Mevrouw Marleen Cameron, die het interim bestuur hebben gevormd. En zij claimen dat. En de voetbalbond gaf afgelopen vrijdag aan dat het illegitiem is en onstatutair. Heet hangijzer geweest in Suriname, breaking news. Dus we volgen zometeen QN Studio Sport en we gaan door met deze kwestie. Tot zo. Motorolie, ontwikkeld met HU Systems technologie die optimale prestaties garandeert en de bescherming tegen mechanische slijtage tot 74% verbetert. Alle Total producten zijn te verkrijgen in de Go To Service Station shops en bij Total Autocare. Kuldeep Singh is altijd op zoek naar de beste producten. Zoals accessoires voor badkamer, toilet en keuken. Kies daarom voor Ferro. Spoelbakken, kranen en badkameraccessoires met een aantrekkelijk, origineel en modern design. Ferro, gecertificeerd en van hoge kwaliteit. Kuldeep Singh for quality. Check snel onze website kuldeepsingh.net. Verkrijgbaar in alle goed gesorteerde bouwmaterialenzaken en de Kuldeep Singh winkels. Thank you.
geld ontvangen en verzenden? Doe dat via MoneyGram. MoneyGram is wereldwijd beschikbaar in ruim 200 landen. Uw geld kan u binnen 10 minuten ophalen. Dus een snelle service en binnen handbereik. Verzend en ontvang uw geld bij de MoneyGram locaties van de HJ Group. Bij HJ Retail Lelydorp, HJ Retail Slangenhoutstraat, HJ Group of Companies aan de Waterkant, HJ Angro aan de Indira Gandhiweg kilometer 9 en HJ Nikeri aan de GG Beinaardstraat. Verzend en ontvang uw geld veilig en snel binnen enkele minuten via MoneyGram. Bringing you closer. Dat was het vraaggesprek met Milano Atompay en Marleen Cameron, nieuw in het interim bestuur, die het een en ander heeft gezegd, ook op de persconferentie, en claimen dat ze dit bestuur hebben afgezet en gaan binnen 4 weken de verkiezingen uitschrijven en dan moeten kijken wat de situatie is. Intussen in de studio aangeschoven de president van de Zwitserse voetbalbond, John Krishnadat, en Gino Kastelen, geen onbekende mannen, ook bij voetbal hoor. Op zich een hele goede voetballer geweest, juridisch adviseur bij de voetbalbond. Hele goedenavond, John, goedenavond, welkom. Goedenavond, John, als je dat gehoord hebt, zo het interim bestuur daarnet, hebben ook een persconferentie belegd. En vlak voor de persconferentie kwam de voetbalbond uit met een statement en aangeven dat illegitiem is en onstatutair. Even kort, als voorzitter van de voetbalbond, op basis waarvan heb jij gezegd, jij vandaag de vergadering, omdat jullie de AFV hebben uitgeschreven en jij vond het nodig met de bestuurder, jongens, als dit niet correct is of jullie willen dit, dan verdaag ik dat. Is dat ook, dat is één, en twee is, heb je die handeling op basis van het huishoudelijke reglement? Ja, laat me dit aangeven. In eerste instantie kennen we geen interim bestuur, dus dat is even een correctie op wat jij daarin zegt. Omdat ze dat claimden, dus vanuit ik het aan. Oké. Dat is hun, hun ding. Misschien is het goed als ik aangeef waarvoor die vergadering was en hoe zo'n vergadering bij ons begint. Toch? De vergadering die we hebben uitgeschreven is onze jaarvergadering, waarop 2 zaken ter sprake komen. Het jaarverslag over het afgelopen jaar en het accountantsverslag en het verslag van de verificatiecommissie. Die aan de vergadering worden voorgelegd en waarvoor er dan décharges gevraagd wordt over het afgelopen jaar. Die informatie van die vergadering dien je op te sturen naar de FIFA. Dat is één. Dus dat was de agenda van die vergadering. Laat me zeggen, dus als zo'n vergadering begin je in eerste instantie vast te stellen wie er allemaal op die vergadering is en of ze daartoe gemachtigd zijn. Want om aan zo'n vergadering deel te nemen, dien je een machtiging te overleggen, welke getekend is door de voorzitter en de secretaris. Dat is een normale standaard bij elke ALV. Ja, bij elke ALV is het zo. Vervolgens wordt er dus dan door bij ons de juridische commissie gecontroleerd of de machtigingen dus voldoen. Oké, okay. En dan is de eerste stap? Dat is de eerste stap. Drie voldeden niet. Mm-hmm. Dat was bijvoorbeeld van Robin Hood, want daar had alleen maar de secretaris getekend. Dan had je van de stichting PVV, waar de voorzitter van zou hebben getekend en de penningmeester, komt nog bij dat wij in onze administratie geen stichting politievrienden kennen, maar een politievoetbalvereniging.
En of dan, is het politie voetbalvrienden? Dat is die stichting. Okay. Dat is die stichting. Dan heb je dus nog een derde, dat was van Coroni, ik weet niet van wie. Maar daar zouden dus... West United. Maar daar zouden dus dan twee machtigingen bij ons liggen. Maar dat is ook een gebruikelijk iets, want men stuurt je vooraf een machtiging. Toch? Van hé, dit zijn de mensen die gaan komen en die namens mij, sorry, het woord mag voeren. Ja. En achteraf stuurt men je weer anderen. Oké, John. Dus misschien één dag van tevoren. We komen zo bij je terug, Gino. Als de voorzitter dit allemaal even kort aangeeft, dan heb je een stukje verificatie vanuit de juridische bril. Je bent juridisch adviseur van de voetbalbond. Nadat de controle heeft plaatsgevonden, is dit geconstateerd. Dat toch? Betekent dat ondanks het geconstateerd is, de vergadering gewoon door kan plaatsvinden? Ja, de vergadering kan door plaatsvinden. Er is geverifieerd, er is verslag gedaan aan de vergadering. Van luister, er zijn zoveel leden, ik dacht iets van 49 leden op de vergadering aanwezig. Van de 49 mogen drie wel meedoen met de vergadering, maar ze kunnen niet stemmen. En dat zijn de verenigingen die genoemd zijn door de voorzitter, PVV, West United en Robin Hood. Om de redenen die genoemd zijn. Tumult. En ik moet zeggen, geen tumult als gevallen hiervan, want daarvoor reeds begon men eigenlijk continu zaakaantal, maar dat is dus niet voor mij om daarover te praten. We hebben dat doorgegeven, er is geprotesteerd daartegen en het bestuur heeft gevraagd dat de juridische commissie met de mensen in overleg treedt. We hebben West United geroepen, de voorzitter was daar. En we hebben hem uitgelegd dat op grond van jurisprudentie 1998 was er een verkiezing, waar ik zelf kandidaat was en de heer Themen. En waar er twee machtigingen waren getekend door beide, door secretaris, dezelfde secretaris en voorzitter. En op basis daarvan kon ik geen van beide stemmen. Omdat problemen van een vereniging moeten niet op een ALV beslecht worden, moeten ze thuis in orde maken. Er is gezegd, het we zijn hier, is het jaarverslag, de leden zijn hier, voorzitter. Op jouw konto, als morgen mag blijken dat onterecht u gestemd heeft, bent u de organisatie in problemen. De voorzitter zegt nee. En dat is de clubs bekend geworden nadat de verificatie plaatsvond? Ja, na de verificatie hebben we dus weer gesproken. De heer Atompay is gekomen met een overmaking op zijn mobiel, waarbij door de SVB is overgemaakt, een bedrag in verband met COVID-fonds aan de Stichting Politievrienden, Voetbalvrienden. Ik heb de SVB daarmee geconfronteerd en men heeft toen gebeld of men zou bellen naar de verificatiecommissie. En ik heb toen geadviseerd, laat de mensen gewoon meedoen. We kennen de mensen, ze voldoen niet, maar geef ze een waiver. Dat was West United Coroni Boys bij Robin Hood, heeft men gevraagd. De machtiging bij de SVB ingediend is van de SVB en mag niet meer worden teruggegeven. Okay. Voor de administratie. Men heeft aangegeven dat de voorzitter... Op de vergadering, ze hebben hem gebeld, hij is gekomen. Hij wil de machtiging tekenen met toestemming van de SVB. Hebben we de machtiging toch afgestaan en is getekend. Zo konden ze dus allemaal meedoen. Oké, okay. Dan terugkomen naar jou. Als het gaat om Robin Hood, is de voorzitter gekomen en heeft getekend. Het stuk getekend waardoor ze dus rechtmatig kwam. Oké, okay. Dan John, dan het vervolgtraject. Je leidt de vergadering en dan ontstaat er obstructie. Nee. Er is continu vanaf moment 1 zware obstructie gepleegd. Leden zijn zwaar geïntimideerd. Ik moet helaas zeggen door twee voor ons compleet onbekende leden, maar dus die gemachtigd zijn om een club te vertegenwoordigen. En dat zijn dus de heren Atompay, Gentle en Hellings. Die nogmaals vanaf moment 1 bezig zijn geweest, dus obstructies te voeren en de leden te intimideren. We zijn vervolgens gestart met ondanks de intimidatie, gestapt. Maar de voetbalbond kan toch zeggen, wij tolereren geen intimidatie, want op dat moment ben je leidend als voetbalbond? Ja, dus dat zou kunnen, maar we zijn vrij tolerant. Tenminste, ik ben tot nu toe vrij tolerant geweest naar al mijn leden toe. Ja. Toch? Die intimidatie is geweest, John. Het gaat nu maar om het proces waar jullie... Dat wil ik juist aangeven. Dus wij zijn ondanks alles met de vergadering aangevangen. Ik heb een viertal mededelingen gedaan. Onder andere dus wanneer
de nationale selectie in actie moet komen. En na die vier mededelingen vroeg dus de secretaris om de notulen, om goedkeuring voor de notulen. Het is een normale gebruik. En ook daar een heleboel abstractie gespeeld. Men vond van er moet daarover gestemd worden, wat niet normaal is, toch? Want als je een probleem hebt met iets in de notulen, geef je dat aan van hé, dat is niet correct verwoord. Die notulen zijn dan vervolgens in stemming gebracht en je hebt gekregen dat 26 leden gezegd hebben van ik ben tegen de notulen. Ik moet direct erbij zeggen dat een deel van ze direct heeft aangegeven ik ben tegen, want ik heb ze niet gelezen. Ze hebben 3 weken van tevoren gehad overigens. Hè. Wat zegt het reglement dan als ze dat niet hebben als zij bewijzen hebben niet gelezen? Nou, ze zeggen tegen, dus ik heb tegen aangegeven. 21 voor en ik dacht 21 voor en 2 onthoudingen. Even Jan, even. Guno, als hoe de voorzitter dit aanhaalt, als leden niet hebben gelezen, is dat een tekortkoming van het lid zelf en de vereniging, maar geen dat de voetbalbond daar aan zegt, want ja. Als je het opstuurt, want de vraag is, ze hebben het allemaal gehad. Klopt. Oké, okay. Maar als ze het niet hebben gelezen, zou je toch verder door kunnen gaan met de vergadering? Dus, want waarom moet je rekenen met 3 mensen die het wel op tijd hebben gehad? Dus wat het bestuur toen beslist heeft, is van luister, dit is eigenlijk zeer markant. Dat notulen waarbij de leden zelf gesproken hebben in de vorige vergadering, het bestuur gekozen is. Het jaarverslag van het jaar daarvoor is goedgekeurd. Dat nu moet worden opgestuurd naar de FIFA. Als die natuurlijk niet gearresteerd worden, omdat tenminste één dag Lili Dorpsvoorbond heeft aangegeven, ik wil me onthouden, want ik heb het niet kunnen lezen, weet je wat? Nee, ik stem tegen. Er is niet eens één letter of komma van de notulen besproken, van ik wil een komma verplaatst hebben. En is dat in het reglement dat je, want de leden van vorig jaar hebben het, die jullie gekozen hebben, die hebben eigenlijk ingestemd. Nu wordt eigenlijk in een notule, gaat het om zijn woordkeuze fout gemaakt, interpretaties. Precies. Want notules moeten eigenlijk gearresteerd worden. Het betekent dat, even kijk naar John, als dat gebeurt, dus gaat dat naar de FIFA? Laat me zeggen, dus de vergaderingen, de notulen van elke vergadering, elke ALV die wij houden, daarvan gaat een Engelse versie naar de FIFA. Dat ben je verplicht als lidbond? Dat ben je verplicht te doen als een... Oké, dat was even silent. John, dan nog komen we naar het punt is, jij besluit als hoofdbestuur, met het bestuur zeggen van jongens, oké, dan verdraag ik de vergadering, zodat de 3 leden alsnog kunnen gaan lezen en de voetbalbond zit in de positie op dat moment om de vergadering te verdagen. Is dat conform het reglement? Ja, dat hebben wij gedaan. Dus die bevoegdheid hebben wij. Ja, precies dat zou ik uitleggen. Op het punt dat het bestuur toen heeft gezegd, als jullie niet voldoende tijd hebben gehad, tenminste één lid heeft dat aangegeven, geven jullie de tijd, we verdagen de vergadering en zullen deze vergadering voortzetten een maand na heden. Maar John zegt ook, je zegt dat is de bevoegdheid van de voetbalbond. Laat me het verder verduidelijken. Ik heb ze in eerste instantie uitgelegd wat notulen zijn. Ja, dan moet je toch wel weten als verslag zo lang lid zijn van de voetbal. Ja, maar daar schijnt is dat niet het geval geweest. Daarom praat ik ook over intimidatie. Want je ziet dat mensen daar ook ene keer nee, dan onthouding, dan tegen, dan enzovoort zeggen. Dat zag je ook duidelijk. Dus ik heb uitgelegd van wat de notulen zijn. En de notulen hadden van vorig jaar hadden betrekking op 2 dingen. De goedkeuring van het jaarverslag en het financieel verslag dat op die vergadering is aangenomen met 6 onthoudingen en 43 voor. Dus eigenlijk bijna algemeen. Bijna algemeen. Bijna en, 90%. En een verslag van dus de verkiezing en het resultaat van de verkiezing. En daar kom je me zeggen, ik heb het niet gelezen, of wat dan ook, ik ben er tegen. Dus we hebben uitgelegd wat het is. En vervolgens heb ik de leden gezegd van, hey, ik schors de vergadering en geef je een maand de gelegenheid om die notulen opnieuw te gaan lezen. Want u zegt dat u het niet heeft gelezen.
En dan komen we hier terug en dan gaan we verder met dus die vergadering. Gaan we over naar het agenda. En dus die handeling is gepleegd en toen hebben jullie het geschorst. Oké, komen we naar het eindpunt, John. Vandaag. Toen hebben jullie dat als bestuur, omdat je zegt conform het reglement, heb je gehandeld. Is er een nieuwe situatie ontstaan dat bij een groepje bij elkaar komt, onder leiding van Milano Atompai, en zij hebben een vergadering daar belegd met de leden en hebben toen vergaderd en het bestuur van Krishnadat is afgezet geworden. Ja. Ja. En hebben aangegeven dat op basis van een aantal zaken die zij hebben geconstateerd, er binnen 4 weken verkiezingen moeten komen. Nu de vraag is, want bij het begin van het programma zei je van, je kent geen interim bestuur. Dan kijk ik ook even richting Guno. Er is een persconferentie belegd afgelopen vrijdag in Marriott door de tegengroep die claimt het interim bestuur te zijn. John zegt daarnet, hij kent dat niet. De statement van de voetbalbond was illegitiem en onstatutair. Wat is de houding van de voetbalbond nu? Is het zo van, als je moet procederen tegen mij, dan moeten ze onze deurwaarders procederen en dan zien we het wel, want wij hebben hun geen rekenschap te geven, als ik het zo mag uitleggen. Dus u verwoordt het prima. Dus ik heb geadviseerd aan de voetbalbond. U bent voetbalbestuur van de bond. U bent gekozen. U bent legitiem. U hoort uw werk te doen. Er moeten wedstrijden gespeeld worden. Internationaal voer je programma uit, voer het beleid uit. Een vergadering beleg nadat er geen vergadering meer is, is dus niet correct opgeroepen. Dus is geen vergadering. Als men meent een interim bestuur te zijn, zou men dus richting de rechter moeten gaan. Zou een deurwaardersexploit moeten ontvangen. Ik zeg, dan handelt u naar bevinden. Maar op dit moment heeft de SVB zelf niets te doen dan gewoon het werk waarvoor de leden dit bestuur hebben aangesteld. Oké, okay, John, dan nog om ik even... Het simpele adagje van wie beweert, moet maar bewijzen. Wezen. En dan is er aangesteld dat zij zit de groep die, zoals jullie zeggen, die claimen interim bestuur, want voetbalbond kent ze niet. Ze zijn in de positie om de CONCACAF en de FIFA aan te schrijven. En aan de andere kant, heeft dit consequenties voor de voetbalbond met deze situatie, John? Laat me zeggen, iedereen heeft het recht om de FIFA en de CONCACAF aan te schrijven. Dat hebben we ook bij de vorige verkiezing gezien. Dat men de FIFA en de CONCACAF heeft aangeschreven met allerlei soort lasterlijke uitspraken. Waar de mensen dus ook over zijn terecht gewezen. Overigens dezelfde groep hoor. Het heeft consequenties voor de FIFA. Want je jaarvergadering met daarin de verwachte goedkeuring van het accountantsverslag. Dus je krijgt een goedgekeurd verslag van de accountant. Je krijgt een goedgekeurd verslag van de door de leden gestelde verificatiecommissie, toch? En de verificatiecommissie vraagt altijd aan de leden om het bestuur deze jaar te geven over het jaar gevoerde beleid. Nou, dat gaat naar dus de FIFA, dus die notulen van de vergadering met die dingen. En wij plaatsen vervolgens die accountantsverslagen op het internet, zodat iedereen dat kan zien. En het jaarverslag. Okay. We hebben dat vanaf 2013 gedaan tot en met 2020. Dus niemand kan zeggen internet, dat er toch? De cijfers worden ook gepresenteerd. Ja, alles. Is de FIFA de en de nee, wij zijn er als bestuur mee in 2013 begonnen. Okay. En ik heb intussen geüpgrade tot ik dacht 2007. Kan je ze vinden. Dus het verslag van 2021 zou er dan ook bij opgehangen worden. Nou, dat moet je opsturen naar de FIFA, omdat de FIFA daaraan aan het niet hebben daarvan, en ze weten dat onze vergadering in april plaatsvindt, consequenties zal hebben in financieel opzicht naar de bond toe, naar de leden toe. Zo. Is de voetbalbond nu in een moeilijke situatie gekomen met wat er nu gaande is? Nou, het enige wat je gaat krijgen is dus dat doordat je niet hebt kunnen leveren, is dat de FIFA zegt van oké, zolang dit stuk niet in orde is, zal een suspension krijgen. Okay. Dat wil zeggen, de FIFA fondsen die je hier ter beschikking hebt, mag je niet aanraken, mag je niet besteden, al hebben ze een besteding. En de FIFA
maakt ook geen fondsen over. Want in het tweede deel van het jaar maken ze een tweede tranche over als er verantwoord is en op allerlei zaken dus gecontroleerd is. Oké. Guno, met het gegeven wat John uitlegt, jullie geven nog steeds aan, jullie zijn leiden. Je gaf ook aan vanuit de juridische achtergrond dat als men een deurwaarder moet sturen, ja, dan gaat dit waarschijnlijk naar de groene tafel, want de SVB gaat niet naar de rechter, de rechter jullie gaat roepen. Is er een case? Een case voor wie? Voor de voetbalbond. Nou, kijk, zodra een zaak bij de rechter komt, is het dus een case. Is het een zaak? De vraag is het een case wat enige kans van slagen heeft? Of misschien moet ik anders zeggen, het interim bestuur, zoals ze dat claimen, misschien moet ik anders stellen, hebben zij een case tegen de voetbalbond? Dus ze hebben een case wanneer ze het indienen. Maar de uitslag daarvan zal getoetst worden door de rechter op basis van de wetgeving, het verenigingsrecht en de statuten en het huishoudelijk reglement van de SVB. En als eventueel nodig is, dus de statuten en regels van de FIFA. Om strategische redenen zal ik niet uitdiepen over wat mijn inzichten zijn over deze case. Okay. Mijn advies aan de SVB is, je zit rechtens. Wanneer het moment daar is, dan zullen we met de feiten, met de wetten, met de gebeurtenissen, met de beelden en alles, de rechter of de rechters, de tegenpartij, de advocaat van de tegenpartij, die zaken overleggen waardoor men een gedegen besluit kan nemen en de orde van de dag kan herstellen. John, in het verlengde wat Guno aangeeft, al jaren is meester Baar ook advocaat van de voetbalbond. Jullie hebben hem vast wel geconsulteerd. Is hij onrustig of is hij rustig? Nee, meneer. Onze hoofdjurist is cool. Cool. En het was genoeg zeggen, omdat deze redenen. En ook daarvoor en daarna heeft hij ons ook altijd. Oké, wij werken met deskundigen om ons heen. Laten ons adviseren. Het is niet zomaar dus dat aan de start van de vergadering de heer Gentle en de heer Atombay een objection maken dat onze juristen, onze financiële deskundigen en andere deskundigen aan tafel zitten. Want wij zeggen van, hey, ik heb niet alle wijsheid in pacht. Toch als er een vraag gesteld wordt dat waarvoor een financieel veel groter inzicht vereist is dan mij of juridisch inzicht, moet ik terugvallen op dinges. De eerste ding was van, wie zijn die mannen, ze moeten weg. Bepalen, is het de vraag of bepaalt een lid dat dat moet gebeuren? Of is het de voetbalbond die de bestelling aan de tafel bepaalt? De voetbalbond betaalt het. Gaan Gentle en Helles dan te ver met de vraagstelling? Ze gaan veel te ver. Ja. Als zij zonder een deskundige in de dagelijkse praktijk werken, dat is hun zaak. Maar dat is niet zoals wij, zoals de CONCACAF of de FIFA werken. Ik weet niet of je eerder op een FIFA-vergadering bent geweest. De voorzitter doet alleen maar een politieke statement. Ja. Het financieel verslag en al dat soort dingen wordt behandeld door de accountant van de FIFA en door de financial manager van de FIFA. Hetzelfde geldt ook voor het secretariaat. Heel verslag en andere verslagen. Daar heb je geen brokkenbaan. Daar mag je vragen stellen. Daar heb je geen. Ja, zoals je het zegt, brokkenbaan. Ja, helaas. Ik heb het ook genoemd vrijdag in de persconferentie. En ik vind het erg dus dat de handelingen die deze drie gasten, sorry dat ik ze zo moet noemen, toch, de belangen van de leden van de SVB in gevaar hebben gebracht. Want nu ga ik misschien als brugman weer met mijn mensen bij de FIFA en de CONCACAF gaan moeten praten van, hey, Nojima suspension of hou het aan. Etcetera. Heb je dus contact gehad met de hoogste baas van de CONCACAF en de FIFA? Met de hoogste baas van de CONCACAF heb ik wel dus een reeds contact gehad hierover. Goed, John, zoals Guno het aangaf, SVB is leidend. Hij is overigens ook een vicevoorzitter van de FIFA. Van de FIFA, oké. Zoals Guno het aangaf, om strategische redenen zullen de stappen niet kenbaar gemaakt worden. De voetbalbond is rustig, meesterbaar, hoofdjurist. Prima, laat het op ons afkomen. Tot slot, twee aspecten. We hebben een videofilm dat rondgegaan is viraal op social media, waarbij Atombay eigenlijk
vrij dicht naar jou heeft uitgehaald. Hoe ontsmakelijk is dat geweest voor jou als voorzitter van de verbond? Oh, dat is niet hij alleen hoor. Misschien heb je dat stukje alleen van een video gezien. Ja. Maar dat heb ik al een paar keren zo van deze voorzitter mogen ervaren. Niet klopt het dat hij zich daarna heeft verantwoordelijk? Aan mij? Ja. Het is mij niet bekend. Als hij dat gedaan heeft, dan heb ik het niet gehoord. Toch? Als hij het gedaan heeft, dan denk ik dat hij nu de hele gemeenschap zijn gedrag heeft gezien. Maar ik denk dat ze dat ook van andere situaties zo gewend zijn. We hebben meegemaakt bij een SUW-vergadering waar de voorgaande groepen, Meld Veldbloem en Thema en alles, zijn altijd wel opposanten, maar zijn wel grenzen in elkaar. Er zijn grenzen. Klopt. En weet u wat ik het ergst vind? Is dat op een bepaald moment heeft de voorzitter ze aangemaand en gezegd, zo kunnen we niet vergaderen, u gaat me dwingen om de ordentroepen te vragen u de vergadering te zetten. En de antwoord, een van de dames die ook agenten is uit de groep van de heer Gentle en Atompaye en de heer Hellings, wij zijn de orde. En dat klopt niet. Ze mogen politieagenten zijn, ze mogen inspecteurs zijn, maar ze zijn de orde niet. Ze zijn ordehandhavers. De wet is de orde. Ik moet wel zeggen dus dat de heer Gentle zich daarna rustiger is gedragen heeft. Hij dus heeft zijn naam dus eer gedaan. Huh? Hij is Gentle gebleven. In ieder geval dat. Oké, John, tot slot. Twee aspecten. Als het blijft, worst case scenario, het gaat naar de groene tafel en de FIFA de rechter zou besluiten van dat partij B in het gelijk wordt gesteld. En jullie hebben gezegd van, we wachten het af. Wat zou dan in dat geval moeten gebeuren? In welke tijdsbestek zou de voetbalbond dan nieuwe verkiezingen moeten uitschrijven als jullie in het ongelijk gesteld worden? Ik denk dat een als dat het geval is dat de rechter dan ook een datum zal bepalen wanneer dat zou moeten gebeuren. Want de rechter gaat niks in een vacuüm laten vallen. Kan je procederen tegen als de rechter beslist dat SVB in het ongelijk ingesteld, dat je zegt van je gaat in hoger beroep op basis van het reglement, et cetera, et cetera. You know? Dat zijn allemaal mogelijkheden in het recht. Oké. John, en dan allerlaatste vraag is met deze hele situatie. Voetbal moet doorgaan. Ze gaven aan onder protest. Hoe zit het met de CONCACAF-missie van Stanley Menzo? Traject van Jamaica staat voor de deur. En Mexico kost enorm veel geld om ze weg te sturen. Is dit traject ook in gevaar gekomen? Nee, wij gaan in ieder geval zorgen. En ik ga dus in ieder geval aan de FIFA vragen dat als er sprake zal zijn van een suspension, dat dit deel niet onder die suspension zal vallen. Dus dat kan ik aan je meegeven. Het traject dat we moeten afleggen is er een waarbij we zeggen we halen zeker dus de Gold Cup. Als het niet in eerste zijn in de tweede. Toch? En met een veel grotere kans om uiteindelijk in 26 dus ook nog een keer dus aan dus de WK dat we hier zelf organiseren deel te kunnen nemen. De vorige was het je hoopt het, toch? Dat het lukt. Je spreekt ook de wens uit dat je dat wil doen, toch? Maar nu hebben we dus dit. Wij gaan dus dat veiligstellen. De window die wij in mei, juni moeten gaan spelen. Daarvoor hebben wij dus al calculaties gemaakt van wat het de Surinaamse voetbalbond zal kosten. En het zal ons ongeveer 300.000 tot 330.000 US dollar kosten om die drie wedstrijden te spelen. Een factor die er altijd voor zorgt is dat onze kosten enorm stijgen, is dat wij bijna altijd genoodzaakt zijn om niet met een normale vlucht ergens naartoe te gaan, maar dat wij moeten charteren. Om je idee te geven, op 4 juni 's avonds spelen we in Suriname en op 7 juni moet ik in Jamaica spelen. En de richtlijnen van de FIFA zijn, ik moet 24 uur voor die wedstrijd begint, moet ik
in Jamaica zijn. Dat wil zeggen, op 5 juni moet ik in Jamaica, Jamaica zijn. En op 5 juni heb je geen enkele vlucht. Nog van de SLM, nog van American Airways. Gaat de voetbalbond moeten charteren? Gaat moeten charteren. Ja. En daar zijn altijd een vrij forse bedragen mee. Het zou alleen maar beter kunnen zijn voor stel die mensen als het door is en dan 5 juni gewoon rust in Jamaica en 6 te oefenen en 7 nou, dus te wij spelen. Hebben voorgesteld, omdat in Europa dus het seizoen zo'n beetje ten einde loopt, van kijk of je die jongens voor 30 reeds in Suriname kan laten komen. Zodat wij dus een trainingskamp kunnen hebben. Voordat we dus die eerste wedstrijd tegen Jamaica spelen. Want wij zien de wedstrijd tegen Jamaica als een must-win wedstrijd. Dat doet Stanley ook, het bestuur ook. En hetzelfde geldt voor die tweede wedstrijd. Goed, Gino, tot slot. Allerlaatste vraag vanuit de Rusegaans. Heeft SCB een kans, een grote kans? Of zijn de kansen gemiddeld? Of je zegt van nou, wij zijn leidend en wij wachten het af? Een kans bedoelt u met betrekking tot... Dat de case in jullie voordeel wordt beslist, want er gaat de case komen. Dus ons standpunt is en blijft dat de SVB het zittend bestuur is, conform de regels en de statuten van de SVB. En ze moeten gewoon hun werk doordoen. Daarom ben ik zeer tevreden over het feit dat de voorzitter nu al verder kijkt met betrekking tot wat we internationaal moeten doen als organisatie. Voor wat betreft de case bij de rechter ga ik voorkomen om op de stoel van de rechter te gaan zitten. Maar op de stoel waar ik zit, als adviseur, juridisch adviseur van de SVB, zijn we nu bezig alle feiten, alle materiaal en de omstandigheden die hebben gespeeld rond dit ding, om ze vast te leggen, zodat wanneer het zover is, we de rechter kunnen overtuigen van ons standpunt. Verder, nee, ga je gaan, John. Nee, misschien ook even een toevoeging. Maar dan onderbreek ik dit. Tijdens de vergadering hebben wij dus ook aan PVV, omdat dit de tweede keer is dat probleem zich met hun voordoet, toch? Gezegd van binnen 2 weken, na die dag van de vergadering, dienen ze dus hun stichtingsstatuten in te dienen bij de SVB. Met alle daarbij horende documenten, dus besluit van die vergadering, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, wat ik zou zeggen, bij de onderbreking van John, om af te ronden, is dat dit is de juridische zijde. We hebben net de bestuurlijke zijde bekeken. Als persoon die ook objectief moet kijken naar wat er gaande is, zeg ik, naast dit juridisch vraagstuk, vind ik zelf ook wel dat de SVB als organisatie, bestuur en leden, dat dit wel een signaal is dat er een moment moet komen van goed overleg. Ook als de rechter zal zeggen, SVB heeft gelijk, ga door. Ook als de rechter zal zeggen, interim bestuur, je hebt gelijk, neem over. In welk geval dan ook heeft de SVB werk aan de winkel. Er kan geen verkiezing zijn geweest een jaar geleden. En dat de periode van een jaar wordt gebruikt om eigenlijk te ondermijnen, te stemmen te verzamelen. En je met een verschil van 1, 2 of 3 stemmen, denk je dat je interim bestuur bent. Ja. Dus de mensen die niets hebben gezegd, die 21 die voor hebben gestemd en eventueel de anderen. Als dit zo gaat, dan krijg je over en weer. En dan zitten we steeds aan de groene tafel. Ja. We moeten op het veld zijn om te voetballen. Klopt. En we moeten ons voetbal ontwikkelen. Nee. Ik denk dat er meer communicatie moet komen binnen de organisatie. Maar ook een stukje zelfreactie van de voetbalbond. Want de vriendenstrijd is op nog nooit zo spannend geweest. Geeft aan dat een ander deel zegt, hey, we willen verandering. Dan moet je ook gaan nagaan voetbalbond van jongens, als wij misschien niet meer gewend zijn, of moreel ethisch van jongens, moeten we nou stappen terugmaken, maar het moet wel conform het reglement en de statuten gaan. Geschieden. En daar gaat het eindelijk om. Tot slot, alles wat John, het bestuur van John Kisnadat, die zegt, ik wacht het af, wij plannen onze zaken door, de FIFA is instelling gebracht, de Congres op de hoogte. We zien wel hoe verder, maar tot nu toe zijn jullie wel het bestuur die leidend is en bepaald. Dat klopt. Gino en John, bedankt voor je komst naar de studio. Ook bedankt. Bedankt aan Gino Kastelen en John Kriesenzet, de voorzitter van de Surinamse Voetbalbond. Gino Kastelen, juridisch adviseur. Zeg Quraish en Gezien, bedankt voor het willen kijken. Speciale editie geweest van QN Studio Sport, Heet Hangijzer is. En het is mooi gezegd, groen tafel is leuk, maar het veld is ook groen. En daar moet de bal gaan rollen en partijen moeten elkaar gaan vinden. Maar dat respect moet worden opgebracht. Want we moeten kijken hoe het in het buitenland gebeurt. En dan zullen veel mensen hier aan banden worden gelegd. Want je kan niet denken en zeggen wat je wil. We hebben wetten, er zijn regels.
toch? En regels die in acht genoemd worden, ook al bij niet eens. Wat ons betreft, graag tot volgende week. We houden het scherp in de gaten. En mocht het tot een case komen, dan zullen de juristen in dit programma aan zet worden gebracht. En dan gaan we kijken naar de onafhankelijke feit is. Voetbal mag niet ronde leiden. En partijen moeten wel ervoor zorgen dat als wij hier alles verzieken, het afgelopen is met het buitenland. We kunnen veel doen, toch? Maar we zijn afhankelijk van gelden van het buitenland die goed besteed moeten worden. Wat mij betreft, tot volgende week. Goedenavond.